Hun bezoek is pas 2 dagen aan de gang, maar de prins en prinses zijn nu al tevreden. Want in New York krijgen ze veel aandacht van de media en daar is het allemaal om te doen. Want zoveel mogelijk New Yorkers moeten herinnerd worden aan hun Nederlandse wortels. Je moet dus bekend zijn en bekend blijven. En ook de geschiedenis moet gewoon bekend blijven. En dat heeft gewoon altijd een positieve impact op de beslissingen van investeringen. Maxima en Willem-Alexander hebben een speciale band met de stad. De prinses woonde in New York toen ze elkaar 10 jaar geleden leerden kennen. En ze hebben mooie herinneringen aan die begintijd. Wij hebben natuurlijk in het begin hier heerlijke weekenden samen gehad. Rollerbladend door Battery Park en langs de Hudson Rivier. Maxima wist toen al dat die plekken verbonden zijn met Nederland. Ja, absoluut. Maar ik noemde al de straten en alle dingen op een andere manier. Op zijn Amerikaanse manier, zoals de Van Wyck Expressway. En, Les nummer 1 was in het Nederlands gewoon hier de straatnamen in het Nederlands uitspreken. Terwijl ze natuurlijk een wat andere manier bij Maxima in de vocabulaire zaten op dat moment. Hoogtepunt van dit bezoek moet de ontmoeting met de president en zijn vrouw worden. Als ze hem tenminste ook te zien krijgen. We weten dat we vrijdag naar Washington zullen reizen. En het Witte Huis geeft altijd pas op het laatste moment de namen vrij van wie er bezocht worden. Dus we zijn net zo benieuwd als u. Maar je gaat in ieder geval 1 van de Obama's ontmoeten, dat is zeker. Michelle Obama. We hopen dat het doorgaat als net als u. De kroonprins weet al welk souvenir hij straks mee naar Nederland zou willen nemen. Een stukje asfalt van waar we ooit samen op gerollerbleed hebben.